Yo guys, welkom bij deze video met vandaag mijn trailer reaction op Mortal Kombat. Oké, Mortal Kombat is natuurlijk zo die game franchise die enorm populair is. En we weten hoe dat het gaat met populaire games die een verfilming krijgen. Meestal loopt dat niet zo goed af. Zo heeft Mortal Kombat ook al ooit een film of 2 of 3 gehad. Ik heb die niet gezien, maar ik weet dat ze enorm slecht waren. Dus ik ben benieuwd naar wat ze dit keer gaan doen. Ik ben ook zelf niet echt fan van Mortal Kombat. Ik heb de 10e volgens mij eens een paar keer gespeeld. En ik vond er niet zo heel veel aan. Het was leuk, het was tof, maar... het was niet echt iets heel speciaals in mijn hart. Dan ben ik een grotere fan van Marvel vs. Capcom of Injustice. Dat ik wel leuke games vind. Het is dezelfde stijl. Het is een soort van Street Fighter stijl. En dat vind ik wel leuk om te spelen met momenten. Maar of het werkt voor een film? I don't know. Vorig jaar hebben we natuurlijk Mortal Kombat Legends gezien. Scorpion's Revenge heb ik ook gereviewd. En dat was een leuke film. Dat vond ik daadwerkelijk een toffe animatiefilm. Was blijkbaar het verhaal van de eerste Mortal Kombat game. Dus dat is interessant, dat was cool. En nu krijgen we een live-action Mortal Kombat. Er is een normale trailer van verschenen en een Red Band trailer. En ik ga de Red Band trailer kijken. En als je niet weet wat dat betekent dat hij R-rated is. Dus we gaan een paar scheldwoorden of bloody sequences te zien krijgen in deze video. Dus pas op als je dat niet tegen kan. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Mortal Kombat, ik wil de trailer kijken. First learned about this 7 years ago. Sub-Zero. To capture a wanted fugitive. When we got there, threw our unit in seconds. That is Sub-Zero. The target has superhuman. Oh shit. Wordt dat een zowat moderne take op Mortal Kombat? It's a birthmark. What do you mean? He was born with it. It's not a birthmark, Cole. It means you've been chosen. Throughout history, different cultures all over the world reference a great tournament. The Mortal Kombat. That dragon marking? I think it's an invitation. To Mortal Kombat. Het doet me denken aan de eerste film. Of aan Scorpion's Revenge. These are your champions. I'm Sonya. That's Kano. I'm Liu Kang. Thanks, Jax. Kung Lao. Lord Raiden. The fate of Earth is in our hands. Oh, cool. That was Scorpion. That was Scorpion. We will not fail. Kill them. Oh, shit. I'm gonna go get this one. That is Sub-Zero. I am Sub-Zero. Yeah, that blitzy guy. Woo! Ah, nice! Get over here. Oh, the music! Oh, is it finish him? Is it finish him? Nice! Okay, 13 is door. Oké. I like to finish him. Ik hoop dat ze ook ergens Fatality zeggen. Want dat is natuurlijk nog iets anders wat ze hebben gedaan in Mortal Kombat tot zo bekend is. Volgens mij, believe me, I don't know shit about Mortal Kombat. Ik heb de 10e game ooit gespeeld, maar ik ken dit hele verhaal niet. Ik weet gewoon, Scorpion's Revenge was volgens mij de eerste film ongeveer. Scorpion's Revenge was volgens mij de eerste game, bedoel ik. Dus ik denk dat deze filmtrailer er ook wat van weg heeft dat het zoiets gaat zijn. Het gaat in die stijl liggen, is waarschijnlijk niet helemaal hetzelfde, maar kan er wel bij in de buurt komen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik weet ook,
Sub-Zero en Scorpion, dat zijn natuurlijk arch-nemesis van elkaar. Ze mogen elkaar totaal niet. Het zijn die twee die altijd tegen elkaar worden gezet. Het zijn een klein beetje de Batman en Superman. Of de Captain America Iron Man. Die dudes. Of Batman en Joker dan meer eigenlijk. Of Captain America en Red Skull. Of Tony Stark en... zijn helden. Of zijn villains. Het is een beetje interessant om dat te zien. Ik ben heel benieuwd naar Mortal Kombat. Want geloof het of niet, de games vond ik... Of ja, de deel dat ik heb gespeeld vond ik dan misschien op het moment wat minder interessant. Ik had die ook op een slechte computer gespeeld, dus dat lagde compleet. Dus ik ga waarschijnlijk nog eens... Voor deze film uitkomt, ga ik Mortal Kombat spelen. Ik weet gewoon nog niet welke... Maar ik ga erin spelen. Gewoon puur om het verhaal wat te kennen van Mortal Kombat. Maar ik ben heel benieuwd ernaar. Het ziet eruit dat het een leuke actiefilm wordt. Ik denk niet dat hij zo goed wordt als Detective Pikachu of Sonic the Hedgehog. Ik denk ook niet dat hij zo slecht wordt als Monster Hunter. Want dat leek ook even ergens een leuke actiefilm. Maar dat was het totaal niet. Het was de slechtste film, een van de slechtste films die ik dat jaar heb gezien. Dus ik ben benieuwd naar Mortal Kombat, ik ben benieuwd wat het gaat geven, ik ben benieuwd wat jullie van deze trailer vonden, ik ben benieuwd wat jullie van deze video vonden, en ik ben benieuwd hoeveel likes we gaan halen op deze video, en hoeveel abonnees we er gaan bij krijgen. Dus mensen, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken, geef een like, comment, abonneer op dit kanaal voor meer van deze soort geweldige content. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken, en bye!